We zijn er klaar voor een gloednieuwe aflevering van het programma To The Point. Goedenavond, Siu Ramsukul. Hij is voorzitter van de stuurgroep Landelijke Woningbouw. Die hebben we in het programma. En hij is ook lid van de Conversie Unit. Er is een heleboel te zeggen over niet alleen woningbouw, maar ook over conversie. Hij is beëdigd taxateur, makelaar en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het notariaat. Althans, die kennis heeft hij, die ervaring heeft hij. En we zijn benieuwd wat hij ons kan vertellen over deze twee onderwerpen. Goedenavond en welkom in To The Point. Goedenavond meneer Teller, goedenavond kijkers. Ja. Twee hete topics moet ik zeggen, zeer actueel. Misschien moet ik beginnen met dat van conversie. Omdat daar er toch wel een heleboel over te zeggen is. Aan de ene kant hoor je de president zeggen, we moeten rechtszekerheid brengen. Juristen zeggen, maar ja, ook de huidige titels die bekend zijn, daar is er ook sprake van rechtszekerheid, herbergt in zich rechtszekerheid. En aan de andere kant moet de staat meer inkomsten hebben. Critici zeggen, ja, één keer inkomsten en daarna dasang, eigendom die man kan doen. Wat is de beweegredenen geweest? Conversie is niet iets van deze regering. Maar wat is de beweegredenen geweest om zo snel, de wet is in behandeling, zo snel te moven met zijn staatsbesluit om conversie mogelijk te maken? Hi, meneer Teller, kijk, wat u net zei, ook conversie is niet iets van deze regering. 2003 is een wet goedgekeurd in het parlement toen. En vanaf toen bestaat de wet al, maar het is nooit eigenlijk goed gewerkt. 2009 is er ook een staatsbesluit geweest waarbij pilotprojecten, dus bedragen, waren opgenomen voor bepaalde projecten en zo. Maar die bedragen waren ook te hoog. Dus wat nu speelt, kijk, u weet, we hebben gesproken net, u heeft net gezegd over de titels die we in Suriname hebben. We hebben erfpacht en vanaf 1982 hebben we grondhuur voor 40 jaar. Maar die titels ben je afhankelijk van de overheid. Alle overdrachten wat je wil doen naar kinderen of naar wil verkopen of zo, dan moet je toestemming van de overheid opvragen. En weet hoe lang het allemaal duurt. Ik zit op kabinet-president ook grondzaken. Mensen wachten 30, 40, 50 jaar op hun percelen om het over te dragen aan kinderen. Zo veroorzaak je ook boedels. Met conversie kan je die erfpachtsrechten en de grondhuurrechten omzetten in eigendom. Dan heb je zeker eigendom, het sterkste recht wat bestaat in Suriname. Dus je hebt sowieso dan een sterke recht, een sterke titel, waarbij je vrij bent. Mensen die 30, 40 jaar een perceel heeft bewerkt, heeft erop gebouwd. Waarom hebben die persoon geen recht om een extra zekerheid te krijgen? Dus u zegt, juristen zeggen dat het niet nodig is. Je hebt al een titel. Maar je weet, als je een hypotheek wil nemen, een voorbeeld, als je een hypotheek wil nemen bij de bank. De banken in Suriname twijfelen nu om hypotheken te geven op grondgerecht of erfpachtsrecht. Vooral als je erfpachtsrecht of grondgerecht binnen enkele jaren zal vervallen, gaat geen enkele bank, geen enkele schuldeiser geld willen geven op dit soort percelen. Ja. Maar als je het eenmaal hebt omgezet in eigendom, dan heb je rechtszekerheid. Je kan overal gaan, geld lenen, bouwen, overal. Dus dat is de mogelijkheid nu en er wordt ook gesproken over de bedragen. Er wordt gezegd dat de bedragen te laag zijn. Ze werken te laag, maar dit is om conversie de bekendheid te geven. Laat het maar eenmaal bekend worden, laat het maar gaan. Dus de zekerheid komt. Dus binnen enkele maanden, binnen een jaar, zo de president gezegd, binnen een jaar, overgangsperiode, hebben we 25 SRD per vierkante meter bepaald voor die omzetting. Maar daarom zeg ik, het is nu laag, begin nu gebruik van te maken, want binnenkort zal het verhoogd worden. Ja, is er een onderzoek gedaan tussen 2003, die wet is goedgekeurd, 2009 noemt u staatsbesluiten. Is er een onderzoek gedaan tussen die periode en nu om te zien waarom men niet gretig gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid? Heeft het alleen gelegen aan de prijs die toen genoemd was? En op basis, ja, u zegt om dat bekendheid te maken, is er onderzoek gedaan om te weten waarom men niet is gaan springen om te converteren? Nou, uit mijn ervaring, ik weet niet of er een onderzoek gedaan is, maar uit mijn ervaring waren de bedragen te hoog. Simpel voorbeeld, zorg een hoop flora. Die wijken daar
hebben ze tussen 20 en 40 euro per vierkante meter toen bepaald. Dat was te hoog. Niemand zou dat kunnen betalen, omdat ook dan wie zou dat bedrag kunnen verzamelen om conversies. Dus het is nooit geslaagd omdat die bedragen, het ligt aan de bedragen, omdat die bedragen te hoog waren. Daarom hebben die mensen, die burgers, geen gebruik daarvan gemaakt. Ja, je zou denken, wat is de status nu? Kan men nu al converteren? Zo ja, hoe hard gaat dat en wat is de procedure? Nou, laat me dit van zeggen. Die staatsbesluit is afgekondigd 31 oktober. En vanaf binnen 2 weken nu, ruim 2 weken, hebben we meer dan 100 personen die nu al hebben opgegeven om te converteren. Maar in de weekend hebben we die website gelaunched. Daarop komen ook al aanvragen binnen. Vanaf morgen kunnen burgers ook rechtstreeks komen naar de conversieunit. Dat is aan de Kerkplein. We gaan straks ook adressen zo doorgeven. Maar het is nu al binnen enkele dagen dat het bekend is dat conversie al nu ready is. Je kan je perceel omzetten van grondhuur naar eigendom. Dus nu ziet u wel dat er een beweging is. Die mensen vragen, ik krijg telefoontjes dagelijks, er worden geappt, ook geappt naar de president toe, wanneer, waar moet ik het allemaal doen? Dus nu is het is wel te zien dat het wel een geslaagde project zal worden. U zegt er komt een website, et cetera, want die vragen kregen wij als mediamensen vaker. Conversie, is het al mogelijk, hoe, waar, bij wie zijn we terecht? Misschien kunt u dat kort vertellen, wat is precies de procedure? Meer een conversie, meer ik kan mijn eigendom krijgen, waar ben ik terecht en wat doe ik precies? Dus kijk, meneer Teller, dus, er is een website gelaunched, dat is al live nu. Als u gewoon op de website van gov.sr gaat, dan zoekt u, dan krijgt u grondconversie. Als u daarop gaat, dan kunt u dan die formulier uploaden. Er is een formulier waar wat ingevuld moet worden. De optie zal zijn, dus bij een natuurlijke persoon. U weet, natuurlijke personen kunnen omzetten in eigendom, dan heb je ook rechtspersonen, NV's, stichtingen, dus die kunnen ook omzetten. Dus wat de systeem zal aangeven, dat je een foto met mobiel kan maken. Een foto uit de polio van de, dus uploaden of uit uw pc dan ook een imagefoto uploaden. Ja. Wat moet opgeload worden dan? Dat zal ik direct ook aangeven. Dus een ID-kaart, dus bij een natuurlijke persoon een ID-kaart. Recente uittreksel uit de bevolkingsregister, de CBB-uittreksel. Toewijzingsbeschikking, dus die beschikking wat u krijgt als u een perceel van de overheid heeft gekregen. Of mensen die percelen hebben gekocht, heb je een notariële akte. Dan heb je onderhandse overeenkomsten, mensen die, u weet bij grondhuurpercelen, als je het koopt, kan je niet direct overdragen. Je moet toestemming aanvragen bij GBB. Dan wordt een koopovereenkomst en een onherroepelijke machtiging door de notaris gemaakt. Dus dan moet je onderhandse koopovereenkomst hebben, die machtiging. Landmeterkaart, dus perceelskaart met perceels ID. Dat is een vereiste vanaf 2017. Dat als zodra je een overdracht doet van een perceel, dat je perceels ID nodig hebt. Een recente uittreksel van GLIS. Dus dat is een hypothecaire uittreksel. Ik heb net ook al gezegd de overeenkomst. Als het een grondhuur- of erfpachtsperceel met hypotheek is, bezwaard met de goedkeuring. Bezwaard met de goedkeuring ter zake conversie van de hypotheekhouder of schuldeiser. Als je perceel bezwaard is met een hypotheek, dan moet u ook een verklaring van de schuldeiser. Ja. En die is er de bank of een schuldeiser, dat moet ook erbij zijn. Als het gaat om rechtspersonen, dus NV of stichtingen, dan moet u ook een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder van de rechtspersoon. Recente uittreksel van CBB, ook van die bestuurder. Recente uittreksel van KKF. U weet, NV's en stichtingen worden ingeschreven bij KKF. Dan moet er ook een uittreksel van stichtingregister of NV-register ook geüpload worden. En ook toewijzingsbeschikking of notariële akte. Uittreksel van GLIS heb ik ook al gezegd. Dus verder, dit zijn de benodigdheden eigenlijk die nodig zijn dan om die formulier in te vullen en dan wordt u dan, als u dat ingevuld heeft en al die documenten heeft opgeload, krijgt u dan direct een registratienummer van eGov. Ja. Je zou denken, de personen die op een tafel wonen, jaren vader heeft gewoond, opa heeft gewoond, etc., die zullen blij zijn. Hoe beschermt het systeem Suriname? Ja. Met het fenomeen dat mensen vluchten in stichtingen
We kennen ook verkavelaars die 50 percelen, 100 percelen hebben en dus 100 stichtingen. En die dus converteren. En vanwege dus een sterker titel duizenden euro's gaan vragen. Terwijl eigenlijk ook de staat aan de ene kant wil dat mensen makkelijk toegang hebben tot bouwkavels, et cetera. Is er ergens een bescherming in dat systeem? Want dat persoonlijke, natuurlijke personen, et cetera, maar dat stukje van stichtingen, terwijl we weten, en zeker buitenlanders die hier domeingrond op stichtingen aanvragen en die nu in de gelegenheid zijn om dat te converteren. En kijk, meneer Telleg, het gaat hier... Is er daarmee rekening gehouden? Kijk, het gaat hier nu dus conversie te maken met omzetting van percelen die reeds uitgegeven zijn. Ja. Percelen die op naam van een stichting staat, die kan geconverteerd worden. En dus ook rekening gehouden met een grootte van 2500 vierkante meter. Je perceel mag niet groter zijn dan 2500 vierkante meter. Dus het heeft niet te maken met nieuwe percelen die uitgegeven worden. Het zijn bestaande percelen. En als een stichting nu een perceel in grondhuur heeft of gekocht heeft met de scope-overeenkomst en volmacht, kan die persoon in aanmerking komen voor de conversie. Ja. En als ik nu mijn 10 hectare verkavelingsvergunning aanvraag, weg aanleg, et cetera, en kleinere perceeltjes heb, kan ik nu, als ik na dus deze datum dit doe en dan vlucht in de gebruik, mag dat? Of? Nee, kijk, het staat duidelijk in die staatsbesluit dat als er een groter perceel is, dat één deel van 2500 vierkante meter geconverteerd kan worden. Dat ene deel, bijvoorbeeld perceel is 1 hectare. Je hebt een deel gemaakt van 2500 vierkante meter. Dat mag geconverteerd worden. Andere delen, als het gaat om familie, dat een verdeling is tussen erfgenamen of kinderen en zo, dan mag het wel. Maar als het naar derden gaat, stichting of zo, dan mag het niet. Dat staat duidelijk in die staatsbesluit. Dat is interessant, want ik toch wel denk dat mensen die dat echt nodig hebben, gebruik moeten kunnen maken. Nee. En niet mensen die speculeren. Nee, dat is ook daarvoor is rekening gehouden in die staatsbesluit. Dus het is duidelijk opgenomen dat het niet, dat je een perceel, als je zegt 10 hectare gaat verkavelen en dan direct wil converteren. Kijk, bestaande verkavelingen die al perceelscheiding hebben en ook vergunning van OW, verkavelingsvergunning, en alle perceels zijn al afgezonderd, hebben al perceelscheidings en zo. Dat kan wel, maar nu, niet dat je nu iets gaat verkavelen, ja, en direct wil converteren. Duidelijk. Dat zal niet, u zegt een website komt, de mensen kunnen. Ik vind wel een heleboel dingen die moeten worden opgeloot. Ik hoor de president bijna over 2 weken zeggen: maak dat ding simpel. Is daarmee rekening gehouden dat een heleboel zaken moeten worden opgeloot? Vooral mensen die, en je kunt makkelijk zeggen, ja, haal een kleindochter erbij of een kleinzoon erbij en laat die dingen uploaden. Kan het niet een stukje makkelijker? Nou, meneer Tellen, daarvoor is de conversieunit ook gevestigd aan de Kerkplein, nummer 8, op de hoek van de Grote Hofstraat. Mensen die niet zelf kunnen uploaden, kunnen daar. We hebben een secretariaat daar. Elke dag van nu hebben we vanaf morgen van 8 tot 2 uur. Maar in het vervolg gaan we ook middagshiften hebben. En decentralisatie? Ja, alle DC-kantoren. We zijn nu al bezig. Alle DC-kantoren gaan een unit hebben. Dus waarbij de burgers ook daar kunnen komen, screening. Dus die benodigdheden, kijk, die benodigdheden die nodig zijn, dat is normaal. Als je bij een notaris gaat voor een overdracht, heb je ook dezelfde documenten nodig. Maar het probleem is die uploaden, toch? Dus uploadsteam, dat kan dan via de DC-kantoren en ook via de conversieunit. Dus binnenkort, binnen welk termijn zijn die units actief? Nou, die van Paramaribo, hoofdunit, dat is vanaf morgen al 8 uur, kunnen burgers daar aanmelden. We zijn bezig, laten we zeggen, binnen 2 weken hebben we zeker bepaalde districten, laten we zeggen Nikeri, Saramaka, Wanika en Para, denk ik, komen wij in al. Ook dat het subunit ook al ready zijn. Ja. Maar alles kan nu, vanaf morgen kan het wel via de uploadsysteem, de website, en ook via de conversieunit aan de Kerkplein nummer 8. Er is ook een telefoonnummer, misschien kan ik dat ook even doorgeven. Ja, we doen dat graag. 41 29 61. Nogmaals, 41 29 61. En daar kan vanaf men morgen, bellen voor informatie. Vanaf morgenochtend kan daarop ook gebeld worden voor informatie. Een van de andere zaken waarvoor ik heb uitgenodigd is het landelijk woningbouwprogramma. Ik las dat de regering zo ver is om te beginnen, landelijk. Voordat ik daarover praat, wil ik toch weten hoe het staat met
projecten die zijn opgestart onder vorige regeringen. Sommige zijn 10 jaar zijn die blijven liggen. Anderen zijn toen dan weer opgestart. Niet afgebouwd, gekraakt. Is er een inventaris gemaakt van wat er al staat? Wat er eventueel moet worden afgebouwd om daarmee te beginnen en die woningen uit te geven? Ja, ja, maar het is, kijk, er is een inventarisatie gemaakt van projecten die door de vorige regering gestart waren. Er zijn heel wat zaken die verkeerd zijn aangepakt toen. En door de regering daarvoor ook? Ja, ja. Zijn er nog huizen? We gaan het niemand verweten, maar er zijn heel veel fouten geweest. Er zijn gebouwd op percelen die niet eens van de staat zijn. Daarop zijn er investeringen gedaan. Er is ook een commissie daarvoor in leven gebracht om dat soort zaken in orde te maken, dus alles te inventariseren. Er zijn heel veel projecten. Als u weet, heel naar Christina was er een project, daar zijn ook problemen. Er zijn ook op Noord, de Jabiru-project, daar zijn ook zaken die opgelost moeten worden. Maar kijk, er is een commissie bezig daarmee. Maar kijk, wat de grootste probleem is, woningnood, is een van de grootste problemen. Wat er gebeurd is in Suriname, als je neemt vanaf jaren 90, zijn er zoveel projecten ook uitgegeven. Door de regeringen zijn percelen uitgegeven. Maar het is nooit bouwreep gemaakt. Burgers die percelen hebben gekregen, bepaalde projecten, komen nu weer aankloppen voor een andere perceel omdat ze niet kunnen bouwen. Dus die percelen zijn uitgegeven, maar nooit in ontwikkeling gebracht. Wat heeft deze president gezegd? De woningnood is groot, we moeten oplossing daaraan brengen. Maar dan moeten die projecten eigenlijk in ontwikkeling gebracht worden. Als je die perceel bouwreep maakt, dan kunnen die burgers dan... Je weet, je moet een perceel hebben voordat je een huis kan opzetten. Je hebt die perceel, maar het is niet ontwikkeld. Dus de president heeft gezegd, laten we dan die projecten die zijn uitgegeven, laten we een selectie maken, dan gaan we die projecten bouwreep maken. De launch is geweest op Rieberg. Daar was meer dan 600 percelen uitgegeven door de vorige regering. Daar is al een start gemaakt om die percelen bouwreep te maken. Daarna is er een ander project geweest, Peprepin. Daar was ook een aantal, ook zo'n 500, 600 percelen uitgegeven. Daar is ook een aanvang gemaakt om die percelen bouwreep te maken. Binnenkort, binnen enkele weken, komt het project van Valproject, dus Krippie, meer bekend als Krippie. Daar zijn ook in de orde van 500, 600 kavels uitgegeven, nooit in ontwikkeling gebracht. En wie maakt ze bouwreep? Nou, kijk, alles gaat via openbare werken. Kijk, de president heeft de landelijke woningbouwprogramma gelanceerd dan. En het landelijke woningbouwprogramma is bezig dan om de selectie te maken waar welke projecten bouwreep gemaakt zullen worden. Maar alles gaat onder supervisie van openbare werken. Er zijn ook middelen beschikbaar. Telkens wordt het geklaard dat er geen middelen zijn, maar er zijn behoorlijk middelen beschikbaar. Maar om aan die middelen te komen, wordt er niet aan gewerkt. Voordat we gaan naar die middelen, u heeft een aantal projecten genoemd, een aantal getallen. En we horen dat al jaren de woningnood is groot. Zijn er cijfers? Is er een onderzoek gedaan? In welke gebieden? Leeftijdscategorieën? Waar precies? Want ik neem aan dat op basis daarvan je een beetje inschatting kan maken van waar sta ik nu? Hoeveel mensen hebben acuut nodig? Zijn het mensen die... is het de leeftijd van een woning en perceel, et cetera? Of zouden we, want woningnood... Als blijkt dat het de mensen zijn die net van de universiteit en de jongeren eigenlijk, dat kan je ook ervoor kiezen om skyscrapers te gaan opzetten. En daarvoor heb je wetgeving nodig, investeerders. Ja. Is er onderzoek gedaan voordat we beginnen gewoon met een lancering van en we gaan bouwen? Kijk, over onderzoek gesproken, dat ligt bij Volkshuisvesting, Ministerie van Sociale Zaken. Maar ik kan van praten. Ik ben ook coördinator grondzaken. En u weet, er is ook begin dit jaar is ook een online registratie van percelen gelanceerd door deze regering ook. En daar hebben meer dan 70.000 mensen geregistreerd voor die percelen nodig hebben. En daar zie je wat de nood is. Wie gaat een perceel aanvragen? De persoon die eigenlijk geen huis heeft. Ze wonen in huurhuizen. Die mensen hebben gevraagd. Dan zie je 70.000 burgers van Suriname hebben online geregistreerd om in aanmerking te komen voor een perceel.
Oké, daarvan zijn ook een deel al percelen, ze hebben al beschikking gekregen. Maar daar zie je hoe groot de woningnood is in Suriname. We gaan daarvan uit, maar er zijn ook registraties bij volkshuisvesting en sociale zaken. Je ziet ook dagelijks via social media ook mensen die in huurhuizen wonen. Huur wordt steeds verhoogd en zo door die devaluatie en zo kunnen ze niet eens hun huurtarieven betalen. Dus zo ziet u ook. En kijk, als je met woningbouw komt, zijn verschillende methoden. De 7% lening, je hebt ook LIPS en zo, al die mogelijkheden, mensen die zelf kunnen bouwen. Maar nu, mensen die in een huurhuis wonen, die betalen elke maand minstens 3.000-4.000. Dat zijn de lage huurtarieven per maand. Als je een aanmerking komt van de lening, 7% lening, wat de banken nu ook ter beschikking stellen, heb je na een aantal jaren je eigen huis. Ja. Als je huur betaalt, ben je nooit, je betaalt maar het is nooit van jou. Ja. Toch? U noemt 7%, et cetera. Kom, ik wil zo meteen, heb ik wat vragen daarover. Even terug, er is een plan. De overheid gaat bouwrijp maken, et cetera. Is er rekening gehouden? We hebben dat jaren terug in enkele projecten gezien. Goed opgezet. Die ruimtelijke ordening, daar is rekening mee gehouden. De laatste jaren merken we wel dat er heel veel hier, daar en overal is gebouwd. Zonder rekening te houden met die ruimtelijke ordening. We hebben een ministerie die daarvoor verantwoordelijk is. Mogen we ervan uitgaan dat de regering rekening zal houden met die anno 2023, wat een community vraagt aan ruimtelijke ordening bij dit soort nieuwe projecten? Zeker, meneer Teller. Kijk, geen enkele huis in Suriname mag nu gebouwd worden zonder vergunning van openbare werken. Ja. Openbare werken moet eerst een bouwvergunning verlenen, dan kan er gebouwd worden. En openbare werken is dan ook, is een ministerie van ruimtelijke ordening, wordt dan overleg gepleegd. Dus openbare werken pleegt dan overleg met de ministerie van ruimtelijke ordening. En na overleg, na afstemming met de ruimtelijke ordening, worden dan die vergunningen uitgegeven. Dus daarop wordt zeker gelet, want het is ook bekendgemaakt door openbare werken dat geen enkele huis, geheel Suriname nu, dat je niet zonder een bouwvergunning, dat je niet mag bouwen. Yeah. Dus er wordt zeker daarop gelet. En kijk, als een project komt, dan wordt ook gecheckt met alle ministeries die eigenlijk daartoe zeggenschap hebben, toch? Ja, yeah. Dus, maar want ik neem aan dat die dingen er al in place waren. Alleen merk je dat, en zeker als ik een perceel in eigendom heb, wat voor maatregelen zijn er nog dat de overheid kan treffen? Van luister, binnen zo'n mogen alleen woningen, et cetera. Kan ik dat nog voor iemand bepalen? Of zeg ik van, hey, agronaf me, eigendom, ik kan zeggen, ik want trauma, papa, het lastbedrijf. Kan de structurering van zo'n buurt nog ter hand worden genomen? Want ik neem aan dat die plannen er altijd waren. Maar de enforcement is er meestal niet geweest. Welke zekerheid hebben we nu dat het ministerie zegt van luister, zo'n buurt, zoveel woningen, zoveel huizen, zoveel dit. En dat ook gebeurt. Nou kijk, voor alles wat je doet. Kijk, die perceel wordt omgezet in eigendom, maar alle regels die gelden. De DC's, je moet ook bij de DC gaan als je iets anders daar wil opzetten. Yeah. Kijk, als een woningbouwproject is, kijk, de omzetting heeft niets te maken met andere regelgevingen. Yeah. Je hebt als je een bouwperceel hebt, moet je daarop gaan bouwen, maar je hebt toestemming nodig van de DC, van het ministerie van Openbare Werken. En wat u zegt, als het een bedrijf daar moet komen of zo, dan heb je ook toestemming van andere instanties nodig. Dus al die regelgeving blijven van kracht. Alleen de titel van die perceel is van grondhuur naar eigendom gegaan. Ja. Alle andere regelgevingen blijven. Oké. En nu over de financiering. Wat zijn de programma's die beschikbaar zijn voor mensen? Zeg, OW maakt bouw klaar. Wat is beschikbaar voor de mensen die zelf willen bouwen? Nou kijk, wat er nu gebeurt. Er worden nu bouwrijp gemaakt percelen die eerder zijn uitgegeven. Toch? Beschikkingshouders kunnen dan daarop gaan bouwen. Als ze eigen inbreng hebben, kunnen ze daar weer starten. Maar de banken, dus kijk, we hebben gesproken met de centrale bank. Die 7% lening is beschikbaar. Dat was vorig jaar 250.000 SRD.
In december vorig jaar hebben we akkoord bereikt dat de parameter is gebracht naar 950.000 SRD. Maar na al die devaluaties was ook dat een beetje laag. Vorige week is er akkoord bereikt dat die opgetrokken is naar 1,6 miljoen SRD. Kan men dus lenen? Kan je 7%? Lenen? Ja, om een huis te bouwen. Een nieuwbouw te bouwen, ja. Tegen 7% lening. Maar dan moet je ook kijken, dan moet je bepaalde salaris hebben. Bepaalde bedrag kunnen verdienen. Man en vrouw, dus... dan kom je in aanmerking voor zo'n lening, toch? Dan heb je ook mensen, je gaat heel veel mensen hebben die niet zelf kunnen bouwen. Want om die 950.000, nu 1,6 miljoen, ja, in aanmerking te komen, dan moet je ook bepaalde salaris hebben. Je hebt heel veel mensen die niet in aanmerking zullen komen voor de lening. Dat hebben we met de overheid ook gesproken, dat er moet goedkeuring komen, dat voor dat groep dan eigenlijk de overheid moet bouwen. Er zijn middelen beschikbaar, je weet, van de budget support van IDB zijn er middelen beschikbaar, dus er moeten plannen ingediend worden. We zijn bezig ook daarmee, dus dan kunnen we ook voor die groep mensen ook bouwen, dat de overheid bouwt en weet hoe eerder was het volkswoningbouwproject, dat de mensen ook maandelijks een bedrag betalen aan de overheid en na een aantal jaren wordt het van hun. Dus daar kijken we ook naar. Dus wat nu direct beschikbaar is, dat die mensen die in aanmerking kunnen komen voor die lening, het wordt gescreend, dan kunnen die mensen direct gaan bouwen. Want er wordt percelen worden bouwrijp gemaakt, wegen worden aangelegd, elektra, water, alles is in place. Ze moeten gewoon daar gaan bouwen. Ja, is er ook mogelijkheid voor mensen die hun huis een beetje willen opknappen, et cetera, en niet specifiek een nieuw ding moeten neerzetten, dus maar dat kan repareren? Ook. Dat kan ook, maar daarvan zijn andere instanties bezig met die LIPS-projecten. Dat is ook een sociaal project, dus dat kan ook. Maar laat ik even zeggen dat binnen enkele weken we bekendmakingen zullen lanceren. Wat allemaal de burgers moeten doen om in aanmerking te komen voor zulke projecten. Ja. Dus binnen enkele weken komen we bij die bekendmakingen. Het project is landelijk gelaunched. Wat zal de samenleving zien aan activiteit binnenkort en waar precies? Waar zal begonnen worden met bouwen? Nou kijk, dat heb ik net ook al gezegd. Dus nu, wat de regering nu doet, de regering maakt nu percelen bouwrijp. Als het bouwrijp gemaakt is, kunnen die burgers dan daarop gaan bouwen. Ik heb net genoemd, Rieberg zijn ze al bezig met bouwrijp maken. Pipperpin zijn ze ook al bezig en binnenkort, binnen 2 weken... gaat dan Krippie, dat is een valproject, aan de beurt komen. Dus dan worden die projecten bouwrijp gemaakt. We gaan binnenkort bekendmaken hoe de burgers kunnen registreren. En om in aanmerking te komen van die 7% leningen. Dus alle informatie zijn nu al beschikbaar bij de banken. En aan welke criteria je moet voldoen, dus om in aanmerking te komen. Dus de banken zijn al op de hoogte. Dus indien u een beschikkinghouder bent van een van deze projecten, kan je alvast contact maken met de banken. Dan krijg je alle informatie, wat de voorwaarden zijn. Ja. Een van de zaken is, als je zo kijkt naar de comments, et cetera, dan stelt men de vraag, wanneer de overheid gaat bouwen, is er rekening gehouden met de nieuwe situatie, de weersomstandigheden, etc. Zijn er modellen? Hebben de mensen keus? Mogen de mensen zelf kiezen tussen modellen? Want uiteindelijk zal je terug moeten kunnen betalen en je terugbetaalcapaciteit zal ook eigenlijk bepalend zijn voor welk. Want ik kan aan de overheid zeggen van nou, u gaat voor me bouwen, geen probleem, ik wil dat model daar hebben. En minoma payambaka. Ja. Hoe gaat dat precies? Nou, meneer Teller, er zijn heel veel keuzes. Dus kijk, ik weet, er zijn heel wat modellen, ook recent in bepaalde landen, China, India en zo, zijn heel wat modellen nu beschikbaar. Wat er gaat gebeuren, ik denk dat de 2e week van december zoveel zal zijn, dat bedrijven die nu aangemeld hebben, zijn een aantal bedrijven, laten we zeggen 5, 6 bedrijven hebben aangemeld. Weet, in Suriname weten we alleen 1 model dat toegankelijk is met stenen. Er wordt met stenen opgetrokken. Maar er zijn heel veel andere mogelijkheden om te bouwen. En wat gaat gebeuren? Dus we gaan die bedrijven dan de gelegenheid geven om op Rieberg bepaalde modellenwoningen op te zetten. Waar de burgers dan, er gaat een beurs gehouden worden, dat de burgers daar de keuze kan maken.
zien met nieuwe materialen en zo. Kijk, stenen huis in Suriname is toegankelijk, iedereen weet wat, maar om dat te bouwen neemt heel veel tijd. Ja. Je hebt zeker een maand nodig om zo'n huis op te zetten. Er zijn andere modellen, heel goed kwaliteit modellen, die binnen 3-4 dagen al klaar staan, die prefab modellen. Ja. En die zijn ook getest, dat is helemaal gunstig voor onze klimaat en zo. Maar by the way, de vorige regering, daar was ik denk, zijn wat miljoenen geïnvesteerd toen in een fabriek. Die huizen, eigenlijk huizen zouden als brood uit een bakkerij komen. Ja. Het was iets van land die ik zou. We hebben een lastig iets in Suriname hoor. Dat meestal dingen van vorige regering niet worden opgepakt. Dat ding blijft maar rotten. Bestaat dat bedrijf er nog? Wat zal deze regering ermee doen? Nou, het bedrijf bestaat er wel. Maar als je de prijzen van die bedrijf checkt vergeleken met andere prijzen die aangeboden zijn, dan is dat te hoog. Het is zeker 2 maal hoger dan nu beschikbaar zijn met alle soorten materialen en zo. Dus die bedrijf staat er wel, maar omdat bedragen te hoog zijn. Want kijk, nu is er offertes gebracht van $350 per vierkante meter. Als een huis van 50 vierkante meter wil bouwen, is in de buurt van $16,000-$17,000. Kan je een huis dan bouwen. Daar zijn de prijzen bijna $30,000. Ja. Van het bedrijf die daar staat. Dus ik weet niet hoe. Ik heb heel weinig informatie daarvoor, maar ik heb wel begrepen dat die prijzen van die te hoog uitkomen. Maar die bedrijven, we hebben heel veel reclame toen gemaakt, maar weet allemaal, er zijn heel veel zaken verkeerd gegaan. Maar laten we niet daarover praten, laten we kijken nu maar, hoe we verder kunnen gaan. Wat voor eigendom is dat? Het was een Chinees bedrijf, laat me niet. Ik heb heel weinig informatie. Was geen overheid iets dus? Nou, ik weet niet maar zover ik weet dat er een Chinese investeerder was die bedrijf hier had opgezet ergens aan de Martelinkerweg of zo. Ik heb heel weinig informatie. Misschien is er gunstig om gesprekken te voeren om te kijken naar de prijs en de modellen, et cetera. Want je zou denken, zo een investering neerzetten. Nee, jammer dat dat niet gebruikt wordt. Nee, we zijn bezig met alle bedrijven. Dus we gaan, en zover ik weet, is ook al gesproken. Maar alle bedrijven zijn open. Maar dan gaan ze de gelegenheid krijgen. Maar de prijs moet ook dan reëel zijn. Dat die burgers ook in aanmerking kunnen komen. Ja. Hoe staat het met het achterland? We praten over Crepi, we praten over Kommewijnen, we praten over ook in het binnenland, wat we binnenland noemen, daar is er ook woningnood. En die mensen hebben natuurlijk ook recht om gebruik te maken van wat alle burgers, want zij zijn ook even hard burger als u en ik. Ja. Is er ook een plan om daar? Nou kijk, de naam zegt al landelijk woningbouwprogramma, dus er wordt daarna gekeken. Maar je weet, daar heb je andere problemen als die grondrechten. Daarom wordt ook gewerkt nu. Maar er wordt ook gekeken naar modellen hoe we daar ook huizen kunnen bouwen. Dus sowieso, het is landelijk. Overal heb je, kijk bijvoorbeeld Abora heb je ook woning nodig. Dus daar moet er ook gebouwd worden. Dus we gaan landelijk bezig zijn. Kijk, ik ga weer even herhalen. We zijn nu bezig in bepaalde projecten wat percelen zijn uitgegeven. Daar is er een start gemaakt om die percelen bouwreep te maken. De president gaat, en laat me ook dit ook even duidelijk maken, zal de eerste president zijn die binnen een jaar tijd 3500 bouwkavels bouwreep zal maken. Dat is de eerste president die in het geschiedenis van Suriname 3500 bouwkavels bouwreep gaat maken. Dat zijn percelen die eerder zijn uitgegeven. Daarnaast gaat ook gewerkt worden percelen die nu worden uitgegeven. Die projecten worden ook meegenomen. Ja. En komt dat uit de begroting? Is er genoeg infrastructuur of zullen bedrijven? Hoe financieren we dat op zo'n stand? Kijk, nu hebben we een goedkeuring gekregen van die budgetsupport van IDB. Van een bepaald bedrag om alvast die percelen bouwreep te maken. Er worden nu projecten ingediend waarbij ook gecheckt wordt of daaruit ook de woningen gebouwd kunnen worden. Dus er zijn middelen beschikbaar, maar die plannen moeten ingediend worden. En dan kunnen we gebruik maken van die middelen. Er zijn behoorlijk middelen beschikbaar. Maar als er niet werkt om aan die middelen te komen. En die projecten, als je niet gebruik maakt van het geld,
binnen enkele jaren vervalt dat. Ja. Wat is het streven van de regering? We weten dat de vorige regering 18.000 zou bouwen. Elke regering zet een target voor zichzelf. Je haalt hem niet helemaal altijd. Maar is er een target voor deze regering? En is dat, compenseert dat wel een beetje de nood die er is? Kijk, de president heeft wel beloofd dat hij zal werken aan de woningnood. We hebben geen aantallen genoemd, maar landelijke woningbouw fase 1, dus dat is van 2023 tot maart 2025, is er een target gesteld van 3.500 woningen. Ja. En we zijn al bezig ermee, dus kijk, we zijn al begonnen om die perciele bouwreep te maken. Terwijl die perciele bouwreep gemaakt worden, gaat een aantal mensen zijn die zelf met die leningen zullen bouwen. Personen die niet zelf kunnen bouwen, dat gaat de overheid dan niet doen. En we kennen dat ding natuurlijk, PR-politiek. Zoveel hebben we gebouwd en dan heb ik het echt over sociale woningbouw. Hoeveel zal de overheid bouwen? Want als ik dat geld leen, ondanks het feit dat het dus een faciliteit is, if Milene mi bouw, is het makkelijk voor Bakadi van tak opbouw 5.000 terwijl 4.000 demonstratief bouw. Ja, kijk, de overheid. Een target moet, van hoeveel gaat die overheid aan sociale woningen? Kijk, wat we nu checken met de budget die we niet hebben, kan de overheid wel 1.000 woning zelf bouwen. Maar de overheid moet komen met die. Met die mogelijkheden, toch? Die mogelijkheden moeten gebracht worden. Als de overheid die percelen niet bouwreep zouden maken. Ja. Weet je wat het kost om die percelen bouwreep te maken? Om wegen aan te leggen, al die elektra en zo. Dat is, als de overheid dat al gedaan heeft, dan is het makkelijker voor de burgers om te gaan bouwen. Dus dat is de bedoeling, de mogelijkheden. Dus die percelen moeten bouwreep gemaakt worden. Kijk, het is sowieso, die mensen gaan zelf bouwen, 4.000, 5.000 mensen gaan zelf bouwen. Maar als de mogelijkheden niet worden aangeboden, ja, hoe gaan ze dan beginnen? Goed, u zegt binnenkort zullen we meer actie zien. Modelwoningen, wanneer staan die er? Dat het volk dat kan zien. Kijk, er wordt nu aan gewerkt om een aantal kavels direct beschikbaar te stellen. Dat de aannemers die zich hebben aangemeld, die modelwoningen kunnen opzetten. Dat is ergens in december, midden december. En dan gaat er een beurs gehouden worden waarbij de burgers dan een keuze kan maken. Er zijn ook één of twee bedrijven die nu al bezig zijn om een paar modelwoningen te plaatsen. Daarvan wordt het binnenkort ook bekendgemaakt waar de burgers dan kunnen gaan om die te bezichtigen. Goed. Meneer Siew Ramsukul, we gaan het hierbij laten. Succes. Als er zaken zijn, als we vragen hebben, zullen wij niet schromen u weer uit te nodigen om die informatie te verstrekken. Ik hoop dat het zo makkelijk gaat, zoals deze keer, om u weer naar hier te krijgen. Het is vrij makkelijk geweest. Misschien, hopelijk bent u nu zelf bezig te bouwen, zodat u niet komt. En zo spraken we de voorzitter van de stuurgroep Landelijk Woningbouwprogramma, de heer Siew Ramsukul. Binnenkort meer informatie. Uiteindelijk neem ik aan, elke regering die komt en zegt, we willen bouwen... Elk huis dat gebouwd wordt, elke faciliteit is goed, tenminste voor de burgers die dat nodig hebben. Volgt u dit soort programma's waar de informatie naar u toe komt en maakt u zeker gebruik ervan. We hopen dat u en dat de regering, en als u dat programma trekt, dat corruptie eruit blijft. Bedankt meneer Teller. Zeker, we moeten voorkomen dat er... Met die staatsmiddelen, met die middelen die beschikbaar zijn, dat er zoveel huizen gebouwd kunnen worden. En alles gaat ook gecontroleerd worden door de klant. Daar hebben we ook gesprekken gevoerd, dus maakt u niet zich druk, we gaan dat controleren. En ik moet u ook bedanken dat u mij de gelegenheid heeft gegeven vandaag om hier te komen. We hebben gisteravond gesproken, ik heb me vrijgemaakt. Het is heel belangrijk dat het volk de informatie bereikt. Goed. Toch? Nogmaals, dankjewel. Siew Ramsukul. En zo deden we dat voor u in deze aflevering van het programma To The Point. Met dank aan Winston achter de knoppen. Sluiten we af. Goedenavond.